ik voor je doen? Ja, het leven is zo saai. Hoe bedoel je? Nou ja, weet je, iedere dag hetzelfde ritueel. Boterhammen smeren voor de kinderen, rugzakjes pakken, mijn partner een goede dag wensen, de kids naar school brengen, door naar mijn werk, in de file staan, hetzelfde gelul aanhoren van mijn collega's, hetzelfde loopje naar de koffiezetautomaat, hetzelfde toiletbril, hetzelfde baas, om 1 uur lunch, dan hebben we een teammeeting, dan bel ik naar de kinderopvang om te vragen of mijn kinderen ook daadwerkelijk op de kinderopvang zitten. Dan bel ik mijn partner om door te geven dat zij de kinderen van de opvang moet halen. En niet ik, want het is haar beurt. Omdat ik geen zin heb in seks vanavond. Nou, dan ben ik klaar. Dan sta ik in de file. Kom ik thuis. Ben ik gaar. En dat gewoon. Dag in, dag uit. Dat is toch dodelijk? Ja, het is een trend tegenwoordig. Ja, maar weet je wat het hele punt is? We doen het allemaal. En als je dan zegt van, oh, het leven is zo saai. Ja, maar ik moet wel de huur betalen, ik moet wel dit betalen, ik moet wel dat betalen. Ja. Ja, weet je, ik zou zo graag eens lekker ongegeneerd gewoon iets chockerends willen doen. Zodat ik mezelf kan zijn. Zodat ik niet meer in een keurslijf hoef te lopen. Weet je, omdat ik bang ben om afgewezen te worden, bang ben om mezelf te zijn, bang ben om luidruchtig te zijn, bang ben om gesprek te voeren, bang ben voor de confrontatie, bang ben voor het leven. Ja, weet je, ik zou zo graag allergisch willen zijn voor angst, zodat ik het leven kan omarmen zoals het is. Ik zou zo graag alle zekerheid overboord willen gooien. En dat het universum mij dan toelacht. Dat zou ik zo mooi vinden. Wat let je? Gooi alle remmen los. Ja. Ja. Gooi gewoon alle remmen los. Je hebt gewoon helemaal gelijk. Je bent gewoon ei van Columbus. Oh, dankjewel. Dankjewel. Oh, ik ben zo dankbaar. Ja. Hey. Hallo. Deze doen. Voor 2 personen, hè? Ja, 2 personen, ja. Doe je dit ook met je partner? Oh ja, zeker, hè. Ja? Ja, tuurlijk. Ja? Maar de relatie is spannend, hè? Ja, inderdaad, ja. Duurt het bij jou ook altijd een tijdje voordat je op je hoogtepunt bent? Bij mij duurt het altijd zo lang en dan denk je dat het aan mij ligt. Ja, uiteraard, ja. Ja. Dus. Nou, dat was die. Ja, zit een bolletje erin? Bam, bam, bam. Nou, dankjewel, hè. Ja. Ja, bedankt. Is goed. Fijne dag. Dag. Dit is veel te lang voor. Hoe zou je denken dat voor een lesbisch stel is, bijvoorbeeld? Ah, oké. Ja, ik snap het. Anders ken ik wel maar seksueel, was er vast wel een tips voor je hebben. Ja. Nou, bedankt, hè. Succes. Thank you.
Zou ik dit misschien wat vast kunnen houden? Jumbo, als ik. Ja, eerst als ik elkaar rem, maar het kan niet lukken. Dank je wel. Kan ik combineren met muziek? Jumbo, ja, dan kan ik even lipstift op. Kijk hoor. Station 5 Sluizen. Let op, links uitstappen. U kunt hier overstappen op de bus. X is on the left. Wat? Change here for the bus. Oh, oké. Station. Bedankt. 5 Sluizen. Precies, ja. Dag. Dag, hè? Dag. Verjaardagscadeau gisteren gekregen. En ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. En ik heb toch het gevoel dat er een soort van magie in zit. Magie? Ja, ja. Heb je dat van je vriendin gekregen of zo? Nou ja, ik ben gisteren dus 42 geworden. En die heb ik dus van mijn vriendin gekregen. Nou ja. Het is handig, hè, als je samen. Ja, als je samen wil doen, dat je samen seks zou hebben, dus ja. Oké. Maar gemiddeld is een penis toch tot hier. Waarom zou je dan dit als cadeau geven? Dan kan je het samen doen. Dan kan je het samen doen. Oké. Ja. Oh. Dus dit is een soort van hint. Ja, oké. Nou. Ga dat maar met je vriendin bespreken. Ja. Ja, maar nu we toch bezig zijn, ben jij van je op vrouwen? Hoezo? Denk je dat dan? Of zie ik er zo uit of zo? Heb je wel eens over nagedacht? Spreek je me daarom aan? Is dat de reden waarom je me aanspreekt? Nou, ik zou het wel leuk vinden om eens een keer met iemand te doen die ik niet ken. Maar is dat de hele reden waarom je met dat ding aankomt zuilen nou bij mij? Nee, ook omdat ik niet zo goed wist wat het voor een soort apparaat is. En je komt met mij vragen wat het voor apparaat is en dan kom je zeggen, val je op vrouwen? Ja, omdat je nu zegt dat het voor twee personen is. En dan denk ik, dan kan je het met je vriendin doen? Wat kom je bij mij nou hiervoor? Ja, nou, ik vind jou eigenlijk veel aantrekkelijker. Denk je dat ik een hele gek ben of zo? Loop je met dat ding hier lopen te vuilen? Wat denk je nou, joh? Ja, wat denk je nou, joh? Godverdomme, wat denk je nou?